Karin, je vroeg of dat er nog een debat komt over zwarte scholen. Er komt een debat. Maar CDA en VVD en PVV willen het eigenlijk helemaal niet hebben over het tegengaan van zwarte scholen. Dus minister van Onderwijs wil er niks meer aan doen. En de drie partijen van de coalitie willen het er niet over hebben. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Want wat willen we nou voor Nederland? Willen we nou een Nederland waarin kinderen apart naar school gaan? Waarin als je ouders uit een ander land komen, je naar een andere school gaat dan wanneer je ouders uit Nederland komen? Wat voor land wordt het dan? Dan gaat het steeds meer op Amerika lijken, met zijn ghetto's. En waar alle bevolkingsgroepen apart van elkaar leven. Dat is toch niet het Nederland zoals wij dat willen? Nederland zoals ik dat voor ogen heb, daar gaan kinderen samen naar school. Daar gaan mensen gewoon met elkaar om. Daar leven we samen. En dan discussiëren we over wat voor land dit zou moeten zijn. Als kinderen met elkaar naar school gaan, dan groeien ze samen op. En dan gaan ze normen en waarden delen. Opvattingen die Nederland zo uniek maken. Dat is waarom ik zou willen dat die scholen veel gemengder worden. En daar kun je van alles aan doen. Terwijl je ook ouders gewoon hun vrije keus laat in welke school ze willen dat hun kind naartoe gaat. Dat zou de ambitie moeten zijn. En dat zou voor de minister topprioriteit moeten zijn. En ik hoop dat het gaat lukken om daar ook met de coalitiepartijen over te debatteren. En dat het ze niet lukt om dit uit de weg te gaan. Daar is veel te belangrijk voor.